Dinsdag was het een feestelijke dag op scholengemeenschap De Zeven Linden. Reden daarvoor was de oplevering van de klimaatregelinginstallatie. U staat hier op het dak van De Zeven Linden in Delensvaart. En achter mij ziet u de installatie, de nieuwe installatie van het klimaat, de klimaatregeling bij ons op school. We hadden de behoefte om voor onze medewerkers, maar vooral voor onze leerlingen, het klimaat te optimaliseren. En dat is gebeurd. Er is afgelopen maanden heel hard gewerkt. En vooral in de zomervakantie. En we merken nu dat het klimaat in de lokalen veel prettiger is. Het is fijner. Leerlingen zijn er erg blij mee. Collega's waarderen het zeer. En het is een geweldig staaltje van techniek. En omdat de nieuwe installatie een mooi staaltje van techniek is, stond de hele dag op school een teken van de techniek. Vandaar dat er ook naast de school een pracht van een techniektruc staat, waar heel veel kinderen komen. En en de gastles van het bedrijf wat de installatie heeft aangelegd. Dat is de firma Janssen. En Janssen maakt onderdeel uit van een groot bedrijf Losser met heel veel vestigingen. En we kijken terug op een hele prettige samenwerking met het bedrijf. Waarbij echt dat we om de lessen heen allerlei zaken konden plannen. En ze hebben een mooi stukje techniek toegevoegd aan De Zeven Linden. En we hebben ook een collega's gevraagd, probeer nou vandaag zoveel mogelijk iets te doen met techniek. Want techniek, een maatschappij kan niet zonder techniek. En we moeten even merken wat ze er allemaal mee gaan doen. Maar in ieder geval, de gastles van vandaag en het bezoek aan de truc helpt enorm. En ja, we hebben natuurlijk ook in onze opleidingen, we hebben de techniek, met name bij het VMBO. Maar bij natuur en scheikunde komt ook heel veel techniek naar voren. Dus het was voor de leerlingen ook een prachtige kennismaking om met de ervaren collega's uit het bedrijfsleven te zien wat techniek allemaal voor ons betekent.